Joop, hoe hard komt deze aan in de groep? Ja, flink. Natuurlijk de afgelopen weken echt een machteloos gevoel. Vandaag was er wel een gevoel dat we iets konden halen. We hebben denk ik heel goed volgehouden tegen een team als FC Emmen. Maar dan gaat het uiteindelijk in die laatste minuut gaat het toch nog mis. Heel knullig. Dat maakt het op een dag als vandaag extra zuur. Wanneer kreeg je het gevoel dat hier iets te halen valt? Nou, op een gegeven moment, je spreekt met elkaar af om het gewoon goed compact te houden, dicht te houden. Je weet natuurlijk de afgelopen 4 wedstrijden veel doelpunten tegen gehad. Dus we moesten even terug naar de basis, zorgen dat we eerst gewoon geen doelpunten tegen kregen. Nou, eerste helft kom je er al achter dat vrij goed staat. Dat het goed lukt dat FC Emmen geen grote kansen krijgt. En dan hou je daaraan vast. De tweede helft komen we 1-0 voor. Probeer dat door te trekken en dan uiteindelijk heel zuur door 2 corners, 2 doelpunten tegen. Wat denk je dan bij de 1-0? Van goh, dit gaat vanavond lukken? Ja, nou, ik denk dat je dat aan iedereen ziet bij het juichen. Daarna iedereen overheerst hetzelfde gevoel. Iedereen denkt van hey, vandaag kan wel het omslagpunt zijn. Is er misschien iets te halen als we dit vol blijven houden? Maar uiteindelijk niet in het veldspel hebben we een goal tegengekregen, maar uit de standaard situatie. Dus daar moeten we aan vaststaan. Uiteindelijk is Van Huizen geschorst vanavond. Ja. Wat is jouw rol dan achterin? Twan die staat natuurlijk meestal centraal vandaag met Anouar. Maar ik denk dat het hartstikke goed ging met Anouar. Ik ben sowieso goed in combinatie met Anouar, dus het ging prima. Ten slotte, uiteindelijk is het resultaat teleurstellend. Maar het spel moet toch vertrouwen? Nee, zeker geven. Weten. Nee, en helemaal omdat we even terug naar de basis gingen, echt zorgen dat het verdedigend goed stond. Vanuit daaruit kunnen we weer voort. Maar in ieder geval, zoals je zegt, we moeten hier wel de goede punten van zien en daarmee verder gaan. Dankjewel.